De styling van de RTL Boulevard Sterren is doorgaans redelijk op orde, al lijkt de styliste van Rob Goossens al enige tijd vermist. Laatst verscheen hij aan de desk in een kolbertje met deermeet dunne streepjes dat hij die vanwege interferentie al na het eerste item uit moest trekken, en gisteren maakte hij dus zijn opwachting in pikante, doorschijnende kleding. Rob droeg aan de desk een wit, linnen overhemd. Prima, maar door de belichting in de studio waren zijn tepels duidelijk zichtbaar voor de kijkers thuis. Dat zal door sommige kijkers als onprofessioneel en ongepast worden beschouwd, omdat het behoorlijk afleidend is en niet goed aansluit bij de toch wat formele setting van het programma. Er is onder kijkers van Boulevard echter geen ophef losgebarsten over zijn kledingkeuze, en dat zal mede te maken hebben met het feit dat Rob een man is. Voor vrouwen zijn de normen wat dit betreft veel strenger. Zo werd Janet Jackson zo ongeveer gekielhaald toen haar tepel ooit zichtbaar was op de Amerikaanse televisie, nipplegate. Het is natuurlijk ook niet uitgesloten dat sommige kijkers het juist heel plezant vonden om de tepels van Rob te aanschouwen. Als zij de televisiekenner een aantrekkelijke man vinden, dan geldt zo'n doorschijnend overhemd namelijk al snel als een comfortabel visueel element. Zelf heeft Rob nog niet gereageerd op zijn fashionflater, al heeft zijn vriendin Veronica nu wel iets om hem mee terug te pakken. De tv-kenner onthulde laatst namelijk in de libelle dat hij haar wel eens uitlacht om haar kledingkeuze. Hij is dan boulevardje aan het spelen terwijl zij zich aan het omkleden is. Hoe zit dat precies? In mijn werk is een plaat voor mijn kop wel handig, maar ik moet geen boulevardje spelen in de slaapkamer. Op een gegeven moment ging ik sarcastisch commentaar geven op de outfits van Veronica. Ah, leuk, je gaat vandaag naar de huishoudbeurs? Ik vond het zelf grappig. Maar zijn vriendin kon daar dus absoluut niet om lachen. Toen ik merkte dat het Veronica echt onzeker maakte, stopte ik direct. Ik wil niet dat de mensen van wie ik hou last van me hebben. Mocht hij toch weer beginnen, dan heeft Veronica nu in elk geval de nodige munitie.